elk land kan je overal huren tegen zeer betaalbare prijzen. Alleen niet in Nederland. Onze hele huizenmarkt is verrot en verziekt. Dan kom je in de sfeer terecht van Agenda 2030 onder. Ja, ja. En ja, daar zijn wij wel uitvoerder van. Maar goed, als je de plannen van BIS bekijkt met de CBDC, dan wordt al ons bezit straks in een token omgezet. Ja. Nee, maar het is te abstract voor woorden, alleen het probleem is, heel veel dingen liggen al klaar. Zolang we allemaal brood en spelen hebben, gaat dat nog goed. Yeah. Op het moment dat je mensen brood en spelen af gaat nemen en geld, dan gaan we andere bewegingen zien. Ja, als je het heel zwart-wit trekt, dan zou je voor veel mensen een schok zijn. Zou je zelfs kunnen spreken, maar dat is natuurlijk heel gevoelig. Dus, maar feitelijk wat we zien is een soort vierde rijk. Ik kon als kind dat niet tegen. Nee, dat waren ettenbakjes. Alleen die ettenbakjes zitten nu gewoon, die besturen dit land. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Vandaag aan tafel gaat het over geopolitiek, over een aantal hele interessante boeken, maar vooral met een hele interessante gast om het allemaal mee te bespreken. En dat is Ab Flipsen. Ab, van harte welkom in Groningen, in Aduard. Ontzettend leuk. Ik heb er lang naar uitgekeken dat je hier uiteindelijk aanschuift. En dat begon allemaal met een ontzettend interessant gesprek van jou met Bart Brands van Gold Republic over dit boek. En toen merkten we in één keer dat die pallet was in één keer leeg. Want het is al een tijdje geleden verschenen. Maar jij was hier weg van, hebt het omhoog gehouden, verteld waarom je hier fan van bent. En dat was eigenlijk het begin van, toen heb ik meerdere gesprekken met jou gekeken. Bij Omroep Flevoland, vervolggesprekken met Bart ook. Ontzettend interessant. Je bent heel erg geïnteresseerd in geopolitiek. Je bent natuurlijk financieel expert en bezig met massaclaims. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Na de boekenbreek. We hebben een nieuwe titel deze week. En dat is Verzorgen met een hart. Van onze Vlaamse auteur, broeder René Stokman. Doseert aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome. En is ook generaal-overste van de Broeders van de Liefde. Maar is vooral ook boekenauteur. En dit is zijn laatste werk wat nu verschijnt. Verzorgen met een hart gaat over christelijke grondlijnen bij goede zorg. En dat is interessant, want het gaat niet alleen maar over professionele zorg, maar ook hoe je als mantelzorger professioneel met je naasten kunt omgaan. Want dat is natuurlijk iets waar veel mensen nu mee bezig zijn. Het verzorgen van hun naasten, je ouders, je kinderen, je partner. Daarover gaat het. En waarom is dat christelijke idee van zorg zo belangrijk? Dat leest u allemaal in dit boek. De Caritas staat daarin centraal en prachtig uitgelegd en beschreven door broeder René Stokman uit Vlaanderen. En dan hebben we natuurlijk dat boek wat ik net omhoog hield op, Danielle Ganser, Imperium USA. Ja, ik moet het toch even zeggen, ik kan het wel omhoog houden, maar dat is een belangrijk boek geweest, ook voor mij eigenlijk. Omdat het, voor mezelf sprekend, het is zo'n fijn, licht leesbaar overzicht van wat dat Amerikaanse imperium allemaal uitgefroten heeft. En nog doet. Ja. En blijf doorgaan ermee. Wat ze allemaal uitvreten in de hele wereld ook. Mm. Nogmaals dank voor je komst naar Groningen. Graag. We gaan het. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar die link tussen die geopolitiek. Hè, dus die geopolitieke processen en die financiële wereld die daar. Die zit onlosmakelijk ermee verbonden. En jij ziet dat. Hoe liggen die banden? Ja, hoe liggen die banden? Dit weet iedereen, een soort volkswijsheid. Alles draait om geld en om macht, snap je? Dus dat geldt voor ons in privé, hè, met je gezin, je bedrijf. Het draait om geld. Zonder geld kunnen we niks, zijn we niks. En kunnen we ook als samenleving niet functioneren. Dus je zegt wel dat eigenlijk was dat nooit echt anders? Nee, dat is volgens mij nooit echt anders geweest. Ik bedoel, ik lees ergens in de Bijbel dat Abraham op een gegeven moment Egypte verlaat. En werd hij het land uitgeschopt. Ja. Met zijn vrouw Sarah en zijn neef Lot. En Abraham had bij zich al zijn vee, zijn handelswaar. Al zijn goud en al zijn zilver. Dus ik denk dat de mens altijd heeft gehandeld. Want je moet uiteindelijk ook leven. En ik denk dat het ook heel normaal is in de samenleving om gewoon geld te verdienen. Ja. En dat op een goede manier uit te geven. Ja, en mijn interesse in geopolitiek en geld. En geopolitiek heeft denk ik te maken met het feit dat ik als kind of als jongere al geïnteresseerd was in geschiedenis. Ik ben echt een geschiedenisfreak. Ik geloof op school een 10 had of zo. En voor aardrijkskunde een 9. En voor Frans een 5. Dan weet je waar mijn zwakte ligt. Dus dat heeft altijd mijn interesse gehad. En ik ben uiteindelijk natuurlijk op mijn 32 of zo, ben ik in de financiële wereld terechtgekomen. Door bij een hele grote verzekeraar te gaan werken. 6 jaar lang. Toen voor mezelf begonnen. Nou, dan kom je eigenlijk in de wereld van het geld terecht. Pensioenen, hypotheken, beleggingen en al die dingen meer.
Ja, en dan ga je dat combineren, dat, die geopolitiek wat er gebeurt en dan we zeggen het huis, tuin en keukenwerk, om zo dat even aan te geven. Dan ga je zaken ontdekken in die financiële wereld, dat je vraagtekens bij gaat zetten. Dat had ik eerder al meegemaakt in de defensiewereld, waar ik 13 jaar heb gezeten. Ja, en dan ga je verbanden leggen. Ja, en op een gegeven moment kom je, denk ik, iets van 20, 25 jaar geleden, kom je in een situatie terecht dat je zegt, jongens, er kloppen gewoon zaken niet. Je ziet dat eigenlijk in de vastgoedwereld. Voor 9-11. Ja, ver. En dan ga je verbanden leggen. En ik ben altijd iemand, ik ga, als ik iets tegenkom wat mijn interesse wekt, dan ga ik onderzoek doen. En dan ga ik er naar lezen. Vaak zijn dat dingetjes, kleine dingetjes die ik dan opmerk, die niet in de krant hebben gestaan of maar heel beperkt. En dan ga ik onderzoek doen, dan ga ik me inlezen. Dan ga ik met mensen contact leggen die in die branche werkzaam zijn. En dan begin ik niet in de top, maar dan begin ik gewoon met mensen die in het veld werken, die onderdeel zijn van zo'n systeem of zo'n branche. En dan spit je steeds verder en kom je steeds meer te weten. En ik heb gelukkig een soort toegankelijkheid als ik mensen spreek, dat ze heel snel helemaal losgaan. Mm. Toch een bepaald vertrouwen wat ze denken in me hebben. En dan kom je heel veel dingen te weten. Nou, en met die informatie kan je gewoon niks doen, dat kan. Maar je kan ook met die informatie kan je wel wat doen. Delen of je kan zelfs heel plat gezegd die informatie zelfs verkopen. Zo moeten we zien. Ja. Maar het grappige is wel, door al die informatie te verzamelen en te onderzoeken, zie je wel trends. En dat is iets wat ik al heel lang doe. Misschien al 40 jaar. Okay. Dus dat is heel lang. En daar heb ik nooit zoveel mee gedaan. Behalve wat ik deed, los van de claims waar ik voorzitter van ben. Ik heb 2 grote claims. 1 in Nederland, Vereniging Woekerpolis. Waar ik vanaf 2013 voorzitter van ben. En ik ben ook voorzitter van Accoclaim in België. Er zijn 600.000 Belgische spaarders hun geld kwijt. Dus wij voeren daar in België een procedure tegen de Belgische staat, tegen de Belgische vakbeweging en tegen een staatsbank in België, dat is Belfius. Maar goed, dat is even een zijstapje. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd om naar een voorbeeld van zo'n trend die je dan ziet eigenlijk door jouw onderzoek te doen. Maar die je dan ook kan vermarkten, die voor andere mensen ook echt waardevol, kunnen... Snap ik. Pak het even op. Ja. Wat ik met die trends heb gedaan, dat waren dus trends, die trends die ik zie, die gebruik ik wel degelijk in mijn claim situatie. Ik begon al 22 jaar geleden onderzoek te doen naar de boekenpolissen. Want ik zag de trend dat die dingen zeer succesvol waren. Ja. Dat was heel herkenbaar voor mij. Maar ik zag ook wat er fout ging. Nou, dan ga je daartegen ageren. En dan blijkt dat je in je timing vaak verkeerd zit. Ik was veel te vroeg met ageren daartegen. Ik heb uiteindelijk denk ik... Soms moet je even wachten. Ja, uiteindelijk had ik wel een jaar of misschien wel 13 moeten wachten. Zo. Pas toen. En maar goed, sinds 2013 heb ik wel de kans gekregen om het wel professioneel aan te pakken. Maar zo'n trend zag ik al heel lang. En op basis daarvan hebben Belgische advocaten in Brussel gevraagd van, kan je voor ons ook in België zoiets opzetten. Maar even wat ik wel altijd kon doen, los van claims, was trends die ik zag in de financiële sector. Dat gaat bijvoorbeeld over, laat ik het heel dicht bij huis houden, de rente. De rente is natuurlijk best bepaald voor je spaargeld, ook voor hypotheken en schulden. En op een gegeven moment zag ik een trend dat de Europese Centrale Bank bezig was met een beleid te voeren. Daar kwam ik in een klein artikeltje tegen, dat de rente echt naar beneden moest. Structureel naar beneden moest. Dat was ik het onderzoeken. En toen kreeg ik geloof ik in een week tijd, kreeg ik 2 relaties van mij aan de telefoontje app. Wij hebben een hypotheek bij die en die banken. We hebben een Euribor hypotheek. En Euribor wil zeggen dat is een hypotheek die is gekoppeld aan de officiële rente van de Europese Centrale Bank. Ja. Dus gaat de rente omhoog, ga je mee. Gaat de rente naar beneden, ga je ook mee naar beneden. En ze allebei kregen ze bericht van 2 verschillende banken dat de bank had aangegeven dat die Euribor ging eruit. Bij alle banken ging eruit. En voor nieuwe klanten konden ze ook niet meer sluiten. En zij adviseerden, omdat zij dat wel hadden deze mensen, adviseerden om die Euribor-rente los te laten, dus door te knippen. En deze mooie aanbieding om je rente bijvoorbeeld voor 5 of 10 jaar vast te zetten. Nou, ik heb ze toen aangegeven in dat voorbeeld van, doe het nou zo, ga nou die Euribor-rente gewoon vasthouden, want ik zie de rente dalen. Ja. Dat is best lastig voor die mensen. Ja, maar als de bank je adviseert om iets te doen, altijd geweest. Daarom, ja. Het is allemaal zo duidelijk eigenlijk. Natuurlijk, die bank, dat is altijd lastig. Hè? En ik ga dan zeggen als eenling, dat moet je dus niet doen. Ja. Nou, ze hebben het gelukkig wel gedaan. Dus die mensen hebben ook alle voordelen ervan gehad. Maar dat zijn dus trends die ik zie en die ik dan communiceer. Alleen het probleem is vaak dat mensen als ze het willen checken in de omgeving, komen ze niet tegen. Nog een voorbeeld. We hebben heel lang is de spaarhypotheek een heel populair product geweest. Daar heb ik jaren tegen geageerd. Maar ook lastig, want bij wie is het ook vroeg? Iedereen zei nee, die spaarhypotheek is een topproduct. Dus je bent altijd tegen de trend bezig. En gelukkig heb ik een groep klanten om me heen die dat vertrouwen. Ze doen het onderzoek niet zelf, puur op basis van vertrouwen. En dat is lastig. Maar goed, dat is heel dichtbij. Maar zo zie ik ook andere trends die wat groter, op grotere schaal gebeuren. En dat heb ik altijd kunnen doen binnen een programma wat ik had bij Omroep Flevoland. Een live programma. Nederland kent natuurlijk een publieke omroep. Die zit in Hilversum, dat weten we.
Maar elke provincie heeft verplicht, volgens de mediawet, ook een eigen regionale omroep. Omdat de regionale omroep ook een noodfunctie heeft, een alarmfunctie heeft bij calamiteiten. En er zijn hele grote publieke omroepen, regionale omroepen waar wel 300 mensen werken. En ze hebben mij ergens, denk ik, in 2007 gevraagd bij Omroep Flevoland of ik een programma wilde doen over geldzaken. Daarvoor hadden ze een businessprogramma, hebben ze een jaar, anderhalf jaar gehad. Daar deed ik altijd de beleggingen, een soort column over beleggingen. Maar dat programma ging ter ziele. En een paar maanden later zei ze, kan je niet een programma doen over geldzaken? En proberen dingen uit te leggen. Ja. En daar heb ik natuurlijk altijd wel trends aangegeven, adviezen gegeven. 13 jaar geleden riep ik al van mensen, gaan niet aflossen, met een heel verhaal eronder. Daar kon ik daar redelijk goed in kwijt. Het was altijd beperkt qua tijd. En ik schuurde vaak aan tegen, natuurlijk, tegen de financiële sector, snap je? Ja, maar ook toch ook wel, wat ik hoor van financieel specialisten is van, nou, het beste wat je kan doen is je hypotheek aflossen. Ja, niet dus. Dus daar ging jij ook lijnrechter? Lijnrechter, nou. Ja, waarom dan? Nou ja, omdat natuurlijk 13 jaar geleden heeft natuurlijk de overheid een plan bedacht om toch geld te genereren uit de samenleving. En waar moet je nou in deze samenleving geld vandaan halen? Je kan de loonbelasting niet omhoog doen, BTW kan je niet omhoog doen. Maar waar zit nu geld in dit land? Nou, waar geld in dit land zit, dat zit vooral in bakstenen. Dat is natuurlijk uiteindelijk in onze huizenmarkt. En we hebben niet een hele grote huizenmarkt. Ruim 50% van Nederland heeft een eigen huis. Zuid-Europa heeft ruim 70% een eigen huis. Ja. In Italië zijn er mensen die hebben 3-4 huizen. Ja, maar dat blijft in de familie. Ja, maar en zonder hypotheek. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is verschil met Nederland. Maar desondanks heeft Nederland toch een grote huizenmarkt. De oudere generatie heeft veel afgelost. Dus je weet gewoon als overheid, als je dat monitort. En je kijkt gewoon naar de ontwikkeling. Van lekker afromen. De vergrijzing, dat ga je afromen. Ja. Snap je? Als je een plan kan bedenken om die overwaarde af te romen, is geweldig. Ja. Nou, dat is dus gebeurd. Want veel ouderen hebben afgelost, zitten in hun systeem. De banken hebben daar ook enthousiast aan meegewerkt om extra af te lossen. We hadden allerlei campagnes daarvoor. Wat was het motief van de bank om dan... Want die zagen inkomen verdampen. Hypotheken, dat was wel ja, hypotheken is zeer lucratief voor de banken. Maar goed, de Visser zegt eigenlijk heel simpel. Als wij kunnen zorgen dat mensen dus extra aflossen en hun huis vrij hebben, dan kunnen wij ons plan doorvoeren om het eigen huis te gaan belasten. En die plannen liggen er al 12, 13 jaar. Om het eigen huis, straks is het technisch verhaal, over te voeren naar box 3. Ja. Ja, de vermogens... Dat gaat toch door? Dat gaat door. Ja. Ze kunnen nu technisch niet uitvoeren. En dus zijn er mankracht bij de fiscus. De systemen zijn verouderd. Maar in alle plannen is het eigen huis, de overwaarde wordt belast. Nou, daarmee haal je een enorm stuk geld op. Ja. Nou, als je dat ziet, kan je dus tegen je luisteraars en tegen je eigen relatie zeggen, jongens, ga nou niet blind aflossen. Ja. Wees daar voorzichtig mee. Nog iets wat ik ook al heel lang voor waarschuw, wat ook tegen de trend ingaat. Mensen zoeken soms ook een stukje pensioenaanvulling. Ga dan bank sparen. Is fiscaal interessant. Je stopt wat geld bij die bank, leg je neer. En dat geld is aftrekbaar, die premie. En tegen de tijd dat jij met pensioen wil, heb je dan een eigen pensioenpotje opgebouwd. Klinkt heel logisch. Maar zo'n keus maak je dan op basis van de wet die er dan is. Hè? En die wet wil heel simpel zeggen, je kan nu de premie opvoeren. En straks, tegen de tijd dat jij die pensioenuitkeringen krijgt, word je tegen een lage tarief belast. Dat is correct. Op het moment dat je dat afsluit. Maar wie zegt dat tegen die tijd, dat als dat eenmaal zover is, A, of het geld er nog is, B, of er dan nog steeds minder belasting betaald moet worden, of is er een ander tarief, en C, misschien is het wel zo dat jouw AOW, die nu inkomensonafhankelijk of niet afhankelijk is van inkomen of vermogen, ja, iedereen heeft gewoon recht op AOW, dat we de AOW gaan fiscaliseren. Ja, ja? Dat je eerst je huis moet opeten. Dat was met zorg natuurlijk al klopt, het geval. Maar die trend zie ik dus. Ja. En dan ga ik waarschuwen voor die trend, dat de overheid gaat kijken van, hey, u heeft zoveel vermogen, of u heeft zoveel pensioen al van u uit uw werkgever. U heeft een stukje zelf pensioen opgebouwd, maar u krijgt niet meer. U krijgt keurig dat pensioen uitgekeerd. Maar we gaan dat tegen een hoger tarief doen. En we gaan ook uw AOW wat korten, want u heeft al heel veel pensioen. Alles is mogelijk, maar daar staat niemand bij stil. En dan moet je tegen een trend in van banken en verzekeraars die graag deze producten verkopen. Tussenpersonen die deze producten graag verkopen, moet je gaan roepen, niet doen. Dus het is altijd lastig. Je bent een soort roepen in de woestijn. Ja. Maar goed, daar heb ik nooit iets van aangetrokken. Was dat voor jou een niche? Of was dat die roepen in de woestijn? Dat... Nee, het is niet voor mij een niche. Ik zie het gewoon gebeuren. En dan meld ik het gewoon. En in al die jaren, tot en met 2022, heb ik bij die omroep altijd mijn verhaal gedaan. Mm. En ja, tegen de trend, wel in mijn trend die adviezen gegeven. Mm. Vaak discussies gehad ook met de redactie. Ik schuurde vaak ook tegen...
Ja, ik schopte ook wat hele gevestigde orde aan. Daar waren ze ook niet altijd blij mee. Want ze hebben natuurlijk ook adverteerders bij de omroep. Bijvoorbeeld Nationaal Nederland of andere verzekeraar of bank. En ik kreeg ze daar te horen, ja, van die adverteerders. Ja. Maar ook politiek zat ik natuurlijk op een bepaalde hoek. En dat zat ze ook niet lekker. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb altijd alle ruimte gekregen. En toen had ik vorig jaar in juli een programma. Het ging over de noodwet financieel verkeer. Nou, Nederland stond natuurlijk redelijk op zijn kop in verband met de Oekraïne-crisis. Oplopende energieprijzen, oplopende inflatie. Dus Nederland was echt in de stress. En dan kom ik met een opmerking over een financiële noodwet die er ligt. Waarbij de overheid alle macht heeft om alles met je te doen. Ja. Te laten wat je kan bedenken. Ja. Nou, die uitzending is ontploft. Nou, en toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik heel veel benaderd door mensen die ons belden op kantoor of mail stuurden. Die wilden met mij in gesprek. En ik moest. Maar loopt Nederland daar nou in voorop in dat soort processen? Of is het zo dat dat vanuit de EU aangestuurd wordt en dat Zuid-Europa en Oost-Europa dan uiteindelijk ook wel weer meegaan en dat gaan invoeren? Wat is het dat in Nederland zo enorm. Die grip geïntensiveerd wordt. De grip van de banken of zo? Ja, van de overheid op onze hele financiële vrijheid eigenlijk. Want dat is toch niet iets wat in Den Haag bedacht wordt? Dat moet toch gewoon uit Brussel komen? Dat is denk ik niet helemaal waar. Ik denk dat Nederland op heel veel vlakken voorop loopt. Ik denk dat heel veel Europese wetgeving uit de koker komt van Nederland. Aha. Dus Nederland is koploper op dat vlak. Dus ik denk dat je Brussel best van een aantal zaken de schuld kan geven. Ja. Maar vergeet niet dat daar vaak ook Nederlandse ideeën achter zitten. Ja. Nederland is op dat gebied koploper. En kijk alleen maar in je omgeving. Kijk eens hoeveel banken in Nederland wij nog hebben. Rij een dorp in of een stadje en je komt bijna geen bankgebouw meer tegen. Ja. In elk land in Europa, waar ik ook kom, vol met bankgebouw. Ja. Snap je? Dus wij, de financiële sector in Nederland loopt wel voorop op dat vlak. En dat zie je eigenlijk niet als je in Nederland vertoeft. Dan ben je ook verbaasd dat mensen, contant geld bij zich hebben. Ja. Maar zodra je de grens overgaat, kom je bijna in de normale wereld terecht. Zelfs in Duitsland. En zelfs in België. Dus wij zijn heel veel dingen ontwend. We kijken door een Nederlandse bril. Mensen zeggen ook vaak tegen mij van, Ab, je hebt het ook over eventueel als je gaat verhuizen, dat je overal kan huren buiten Nederland. Dat is toch gek? Nee, dat is niet gek. In elk land kan je overal huren tegen zeer betaalbare prijzen. Klopt. Alleen niet in Nederland. Ja, ja. Onze hele huizenmarkt is verrot en verziekt. Dus als je alleen maar in Nederland vertoeft, dan heb je een hele gekleurde bril. Dan lijkt alles normaal. Tot je maar even, en even niet over de andere kant van de wereld, maar andere landen bezoekt. Dan hoef je niet eens ver weg te gaan. En dan blijkt dat alles anders te zijn. Dus je kan niet zeggen dat het allemaal uniform in Europa is. Ja, dus die EU is wat dat betreft veel minder in uniform dan wij eigenlijk wel altijd denken. Ja, wij zijn voor een groot deel believers van de Europese agenda en agenda 2030. En ik zeg het wel vaak, ik denk dat de landen die ook aangesloten zijn binnen de EU of aangesloten zijn bij de EU, dat vaak uit opportunistische oogpunt doen. Wat is dan uiteindelijk de bakermat van die gekke ideeën waar wij mee om de oren geslagen worden? Hè? Ons echt te collectiviseren, middenklasse uit te schakelen. Wie zit erachter? Als je nou naar de top kijkt in Nederland, van de politiek, maar ook van de topambtenaren, daar zitten toch niet de bollebozen? Dat zijn toch uitvoerders van een andere agenda? Jawel, maar goed, dan kom je in de sfeer terecht van agenda 2030. Onder. Ja, ja. En ja, daar zijn wij wel uitvoerder van. Ja, en ik denk dat een aantal mensen in het kabinet, onder andere Rutte, heeft daar een grote rol in gehad. Om dat die kant op te sturen met z'n allen. Ja. En vergeet niet, kijk, als je kijkt wie er allemaal op sleutelposities zitten in Nederland. En of het nou is bij de Consumentenbond. Of het CBR. Of bij de NS. Ja. Of VNO-NCW. Maakt niet uit waar. Het is allemaal hetzelfde club. Zelfs de ANWB. Overal kom je dezelfde popjes tegen. Ja. In de cultuur, in de media, in de rechterlijke macht. Ja. Het zijn allemaal mensen van één politieke kleur. Dus je komt daar geen mensen tegen van andere politieke signatuur. Ja. Niet of nauwelijks. Eigenlijk niet. Dus Nederland is helemaal doordringd van een politieke cultuur. Maar die is al jaren, hè? Die is al heel wat jaren. Ja. Die zijn allemaal, die mensen allemaal bewust naar voren geschoven. Ja. Alle sleutelposities in Nederland zijn bezet door dit soort mensen. Eén type mens. Nou ja, als je daar wel bij voelt, dan zou ik zeggen, gefeliciteerd. Ja. En voel je daar niet wel bij, dan heb je wel een probleem. Ja, die problemen die zijn duidelijk. Misschien is het wel een goed moment om naar de actuele politiek te gaan. Want er is zoveel aan de hand. Er worden heel veel konijnen uit de hoed getoverd al een paar weken lang. Ja. En kijk, ik heb er soms wel mijn eigen ideeën bij. Maar je kunt niet altijd helemaal aanvoelen waar het heen gaat. Waar zitten we volgens jou naar te kijken? Wat is er aan de hand in Den Haag? Ja, wat er nu politiek aan de hand is, is dat men denk in Den Haag ziet dat welk dossier we ook in dit land vastpakken of bekijken, alles is één grote chaos. Het lijkt uit de hand te lopen, dat is het misschien voor een deel ook wel.
Of het over asiel gaat, of over woning. Of over toeslagen. Toeslagen. Groningen, waar we nu zitten. Stikstof. Noem een dossier. Er is niks meer op te lossen. Er is niks meer op te lossen. Ja. En dan krijg je natuurlijk twee kampen. De ene kamp zegt, ja, maar dat is allemaal onderdeel van een agenda. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat het voor een deel ook echt uit de klauwen is gelopen. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden zit. Hmm. Wat je nu ziet is natuurlijk dat we in een soort vacuüm nu terechtkomen. Niemand weet het meer. Echt hele goede volksvertegenwoordigers hebben er niet veel van in dit land. Stappen nu op. Doodzonde. Maar het is wel zo. En nu zit in een soort vacuüm, een soort machtsvacuüm. En ja, daar wordt natuurlijk nu Timmermans gelanceerd. Ja. Vanuit links. Of het een sublieme zet is, weten we in november. Maar het is wel een strategische zet. Kijk, Rutte was eigenlijk de enige die totaal grip op de situatie had in het kartel. Nog steeds. Nog steeds. En dus op een gegeven moment trekt hij de stekker uit het kabinet en denkt hij wellicht nog door te kunnen gaan. Misschien ook niet. Er ontstaat een reeks van gebeurtenissen waarin we in één keer eigenlijk de toppen van alle partijen weg zien gaan. Die vallen weg. Waarschijnlijk allemaal omdat Rutte weggaat en ze niet zeker meer zijn van hun stoeltje en zoveel onzekerheid hebben. En rugdekking die ze hebben voor Rutte. Ja. Nou, ik denk dat ze in alle eerlijkheid wel zien. Zegers volg ik al een poosje. Ik denk dat Zegers ergens ook wel het gevoel heeft gehad toen hij opstapte bij ChristenUnie van ja, het wordt mij te heet onder de voeten. Ik denk dat hij met zijn geweten niet overeen kon brengen. Maar ik denk dat hij er ook ergens dubbel in zit. Maar ik denk dat veel van die politici nu op dit moment aan hun stutten trekken, omdat ze zien dit gaat uit de hand lopen. En krijgen wij daar straks ooit nog een keer de schuld van dit hele circus? Dat zou goed kunnen. Ja, of zou het kunnen zijn dat de onzekerheid nu zo groot is dat ze denken van, ik trek me even terug en dan iemand anders neemt het wel over. En als mijn partij er goed uitkomt of alsnog deel aan de coalitie gaat nemen, dan vragen ze me wel weer als minister of staatssecretaris. Ik denk een aantal mensen die nu opstapt, komt echt niet meer in de politiek. Okay. Dat geloof ik niet. Nee, ik denk okay. Nee, er wordt plaatsgemaakt voor anderen. Maar er gebeurt niets met toeval in de politiek. En zeker niet met Rutte. Kaag denk ik ook niet. Maar Rutte is nog slimmer als Kaag op dat gebied. Ik denk alles wat er nu gebeurt is voor een deel bedacht ook door Rutte. Hij weet waar hij mee bezig is. Hij weet wanneer hij op moet stappen. Hij weet welke positie hij straks krijgt. En ook Kaag krijgt binnen Europa of binnen de NATO. Timmermans wist hij ook van tevoren. Het is allemaal besproken, ben ik van overtuigd. Ik kan niet bewijzen dit. Dat is meer, dat is mijn redenatie. Maar we gaan het zien. Maar er gebeurt niks met toeval. Alles is onderdeel van een plan. En een deel van dat plan is ook wel ergens mislukt in die zin. Ik denk dat hij nog een poosje had willen blijven zitten. Ja. Maar hij ontdekte dat hij de regie kwijtraakte. En om die regie te pakken moet hij soms ook loslaten. Ja. Heeft hij gedaan. Ja. En hij schuift op naar boven. En Timmermans komt vanuit Brussel. Is natuurlijk gevoed gepokt en gemazzeld. Komt terug naar Nederland om de agenda 2030 uit te rollen. En in alle eerlijkheid, op het moment dat Timmermans premier wordt van Nederland, dan denk ik dat we in een versneld tempo bergafwaarts gaan. Is een echte schok. Mensen kunnen dat denk ik niet voorstellen. Maar nou, wat zie je dan gebeuren? Nou, dan zie ik dat alle punten die er nu zijn en in agenda 2030 terugkomen en in Brussel in wetgeving zijn vastgelegd, gaan we versneld uitgevoerd worden. Hij heeft natuurlijk die klimaatwet bedacht. Dat kwam in zijn Brusselse tijd. Ik ook, eruit. Samen met zijn rechterhand Samson. Ja. Nee, maar het wordt versneld uitgevoerd. Nederland als proefland. We zijn proeftuin van Europa. Dus we gaan hier het eerste tot het putje heen. Ik denk Nederlands bij spreken als eerste Europees land voor 2035 of een van die jaren. Oh nee, 2000, ja, ik weet niet precies. Ja, die benzine- en dieselauto's moeten eruit. Ik weet niet precies wanneer. Maar ik denk dat wij eerder eruit zijn met de auto's. Wij gaan rekening rijden in Nederland in 2030. Dat wordt misschien ook wel eerder ingevoerd. Dus alles wordt versneld ingevoerd. Het betekent gewoon dat je raakt je speelveld kwijt. Ja. Ik denk dat alles wat bedacht is en nu deels experimenteel is, wordt overnield uitgerold. En ik denk dat ze dat misschien ook wel voor elkaar krijgen, want Nederland is best een gelaten volk. We zijn ergens wel een beetje schapen met z'n allen. Een klein deel heeft een best een grote mond gehad in de afgelopen corona, de crisis, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar als geheel, de overgrote meerderheid, de 90%, ondergaat het allemaal gelaten. Ja, het is voor mij, kijk, ik ben een geschiedenisfreak, het is copy-paste gedrag. Ik heb natuurlijk, als je de boeken uit de Tweede Wereldoorlog leest, dan zie je hoe laf wij zijn geweest als land. Het is lastig om te zeggen, want ik ben ook Nederlander. Ja. Maar we zijn buitengewoon laf geweest. Een van de meest laffe volken in Europa. Hmm. Nederland heeft het minste verzetstrijders opgeleverd. En die er waren, kwamen alleen nog uit communistische en gereformeerde hoek. Ja. Ja. De rest deed niet mee. Nee. Kijk de andere kant op. Ja. Daarom zeg ik ook, we zijn een volk van dominees en kooplieden. Dus we zijn er niet echt helder, moet ik zeggen. En ja, dat gedrag zie je natuurlijk nu ook gewoon terug. Met corona heb je het ook gezien. Er was maar een klein deel wat zei, jongens, ik doe gewoon niet mee. Ik vertik het gewoon. Ik heb onderzoek gedaan. Ik ga niet meedoen. En die mensen, dat kan je rustig nu stellen, die hebben dus gelijk.
Maar dat is een kleine minderheid. Dus je moet het in Nederland niet van de massa hebben. Ik hoor dan ook vaak dat mensen zeggen, dan komt er dan niemand in verzet in dit land? Hmm. Nou, dat weet ik niet helemaal. Bij Nederland ligt die grens heel ver weg. Dat zit in onze volksaard. Maar ik heb een prachtboek op mijn boekenplank op kantoor staan. Rampjaar 1672. Ja. Intrigerend jaar, zeker wat er in dat jaar van daarvoor... Erich Kuttner of huh? Van die Erich Kuttner. Ja, maar boeiend om te zien wat er in dat jaar gebeurde in Nederland. Een land wat nou redelijk... het was redelijk een land vol polarisatie. Hè, er was onrust, economische onrust, ja. Maatschappelijke discussies. Graanprijzen werden gemanipuleerd. Absoluut, ja. Dus we zagen het land helemaal in chaos en verval. En dan wordt dit land al 20 jaar bestuurd door de gebroeders de Wit. Keurige mannen, niks mis mee. En die worden gewoon binnen 5 minuten gelyncht. Dus ik zeg dus, bij Nederland ligt de grens ver weg. Maar als die grens er is, en zeker als je Nederlands aan de portemonnee gaat komen. Nederlands is daar erg gevoelig voor. Dan kunnen gekke dingen gebeuren. En dat hoop ik niet, daar gaat het niet om. Ik ga geen oproep doen hier, dat slaat nergens op. Maar als dit zo doorgaat en Timmermans zet zijn plannen door, waarin elke Nederlander in zijn portemonnee geraakt wordt, zijn bezittingen gaat verliezen, ja. Waarin die gemonitord wordt op zijn houtkacheltje, op zijn biefstukje. Mensen kunnen het allemaal niet bedenken. Nou ja, vliegen enzovoort. Je eigen huis in box 3 betekent dat je eigenlijk je eigen bezit terug gaat huren van de staat. Ja. En daar komt het toch op neer. Ja, maar goed, als je de plannen van BIS bekijkt, met de CBDC, dan wordt al ons bezit straks in een token omgezet. Ja. Nee, maar het is te abstract voor woorden. Alleen het probleem is, heel veel dingen zijn eigenlijk al... liggen al klaar en nog niet helemaal uitgewerkt. Maar ze kunnen alles, ook vanuit de wetgeving in Nederland en vanuit Brussel, kunnen ze alle wetgeving over. Maar zijn wel heel vatbaar voor dat soort dingen. Hè? Dus we krijgen een Europese digitale identiteit. Schokkend. En CBDC. Ja. En dat is samen. Heel snel. Samen. Dus eigenlijk ook al heel snel. En een enorme social media censuur vanaf 15 augustus, geloof ik, dat losgaat. Ja. Dat zijn enge dingen. Maar waarom... Misschien gaat jouw programma ook wel uit de lucht. Ja, uiteraard. Dat houdt op. Gaat ook voor de blackboxen. Ja. On moet eruit, ongoneel moet eruit. Ja, alle social media accounts van ons gaan eruit. Ja. En waarom zou dat in Nederland dan aanslaan en lukken, maar bijvoorbeeld in Italië, Spanje, Hongarije, Zweden niet? Omdat Nederland een volk is wat laks is. Het is toch laks. EU-wetgeving? Het gaat toch in één knop in één keer om? Ja, dat klopt. Maar je gaat die EU-wetgeving niet uitrollen over heel Europa. In landen waarvan je weet dat de bevolking vanaf hun geboorte wantrouwen heeft tegen de overheid. Dus een Italiaan of een Spanjaard of een Hongaar, en zelfs denk ik ook wel Zweden, die hebben een natuurlijk wantrouwen, een gezonde wantrouwen tegen de overheid. In Nederland is dat niet of nauwelijks aanwezig. Wij zijn volgzaam wat de overheid doet. Wij geloven in onze eigen overheid. We lopen blind achter onze overheid aan. Dus dat heeft te maken met onze volksaard. Ja. Dat zit in onze genen. Dat krijg je dus ook niet uit. Dus op het moment dat je nu zo'n wetgeving gaat effectueren, dat ga je in heel Europa doen. En dan beloof ik je één ding, dan staat Madrid in brand, Athene in brand, dan staat Boedapest in brand en Stockholm staat gewoon in brand. Dat gaat niet gebeuren. Die massa's die pikken dat die niet. Die pikken dat absoluut niet. Ja. Die mensen zijn opgefokt, geïrriteerd over veel dingen. En als je dat in Nederland doet, ze hebben gezien met corona, het werkt. Het werkt prima. Ja. Maar in hoeverre was dan die coronacrisis echt een oefening voor dit wat ze nu in de planning hebben, om te zien van in welke landen wat voor programma werkt? Italië en Spanje werden geïntimideerd met enorme filmpjes, of massa's filmpjes van doodskisten en zieke mensen. Ja. Een aantal andere landen was minder vatbaar. Dus Nederland was ietsje minder vatbaar. Zweden en Hongarije helemaal niet. Nee, klopt. Speelt dat mee? Ze nu gaan uitrollen? Ja, mensen, dat speelt een rol. Maar dat betekent dat Italië en Spanje een andere behandeling krijgen dan wij? Nou, een andere behandeling krijgen. Je moet je afvragen of de Italië... Kijk, ik denk... We hebben in Italië natuurlijk Meloni, een rechtse premier. Ik lees veel kritiek op haar. Van, je hebt dit beloofd in de verkiezingen en er wordt niks uitgevoerd. Ho. Ik denk dat ze wel degelijk een gegeven moment zaken uitvoert. Maar ze heeft gewoon te maken met wet en regelgeving. Met allerlei afspraken. Maar ze voert wel degelijk een agenda uit. Dus ik weet niet of zij zo automatisch meegaat. Snap je? In Zweden hoef je dit op het moment ook niet te proberen. In Zweden heb ik gezegd, luister eens. Onze hele migratiebeleid is een ramp geweest. En ik weet er alles van. Ik had een huis in Zweden. Vanaf 2013 heb ik de poort opengezet.
En in veel voorsteden in Zweden is nu een hel. En Zweden heeft vorig jaar gezegd, jongens, dit gaat dus niet gebeuren. Wij gaan kijken wat de Denen doen, onze buren. Die hebben een heel strak, stringent, bijna rechts migratiebeleid. Links, economisch sinds links. Het is trouwens een soort PvdA in Denemarken. Maar hun beleid is, ja, iedereen is eigenlijk jaloers op hun beleid. Dat wil zeggen links, maar dat betekent dus, ze hebben nog socialisten die oog hebben voor de arbeider. Terwijl onze Absoluut. Socialisten hun achterban verhalen. Nee, achterban onze socialisten zijn gelijk. Die zijn er niet voor de elitair. Arbeiders. Ja, nee, de arbeiders. PvdA en arbeiders, dat heeft niets met elkaar te maken. Nee, links, er is één, we hebben maar één linkse partij in Nederland, SP. Punt. Laten we helder over zijn. Dus als je links wil stemmen, stem SP. Maar ga niet links koppelen aan GroenLinks of aan PvdA. Dat slaat helemaal nergens om. Want die zijn alleen maar voor de linkse elite. Maar dan zie je toch, ondanks dat er heel veel dingen en ideeën vanuit de EU gelanceerd worden. Nu die ID en CBDC. En ook die censuurwetten. Dat je eigenlijk per land nog waanzinnige verschillen ziet. Enorme verschillen gaan zien. Ja. Ga ik zien. Ook in de uitvoering. Okay. En ik denk dat ze per land gaan ze dit uittesten. Welk land is hier gevoelig voor? Welk land krijgt de minste weerstand? Zeker na het debakel met de CBDC in Nigeria in het voorjaar. Ja, is ook compleet zo. Uit de klauwen gelopen. Ja. Dus dat gaan ze niet ik heb daar wat van gehoord, dat niet goed ging. En wat ging er niet goed? Nou, ze hebben dat natuurlijk uitgerold, de CBDC. Omdat natuurlijk de Afrikanen allemaal mobiel hebben. Ja. Dat zie je zelfs aan die mensen die op die bootvluchtelingen. Ze hebben niks meer bij ze, behalve een mobiel. Dus het is op zich niet zo verkeerd om in een werelddeel mobiele betalingen te doen via de telefoon, omdat ze verder eigenlijk geen andere infrastructuur hebben. En Maxima speelt daar een grote rol in. Dus dan is Nigeria niet zo gek om te kiezen als land als pilot. Hè. Nigeria was het eerste land wat het heeft ingevoerd. Daar is het te snel ingevoerd. Daar stuitte men op verzet van de bevolking. En 99% van de bevolking weigerde gewoon gebruik daarvan te maken. Ja, en dan kom je in een spanningsveld, want het gewone geld wordt uitgefaseerd, contant geld wordt uitgefaseerd, men wordt min of meer gepusht om de CBDC te gebruiken. Ja. En dan loopt het uit de klauwen. Mm-hmm. Nou, dat zullen ze dus in Europa, voor de eurozone, want vergeet niet, we praten over de CBDC-euro, de Denen en de Zweden, om die twee landen maar even weer te noemen, zitten binnen de EU, maar hebben niets te maken met de euro-CBDC. Nee. Die hebben hun eigen CBDC. Denemarken heeft haar eigen beleid, Zweden heeft haar eigen beleid, en je hebt de eurozone. Maar ze zullen denk ik dat per land gaan ze dat denk ik uitrollen en testen hoe dat gaat. Klaar. Natuurlijk vanuit een Europese agenda, maar dan nog gedifferentieerd. Ja. Als je dan kijkt dat de BRICS-landen eigenlijk hetzelfde doen, er komt ook een CBDC Absoluut. Aan. Absoluut. Er zijn meer dan 100 landen mee bezig. Ja, en kun je dan eigenlijk niet alleen in de EU, maar op nog hoger niveau ook weer een centrale agenda zien? Of zeg jij van nee, dat in de BRICS doen ze het helemaal anders en is het helemaal niet? Dat is natuurlijk goud gekoppeld. Dat heeft ook weer nadelen, maar zitten daar ook voordelen aan? Zo, aan de CBDC? Voor de persoonlijke vrijheid. Nou ja, het wordt ingevoerd. En maar is die BRICS-CBDC anders dan de EU-CBDC? Nou, technologisch niet. Dat is hetzelfde. Dus dan heb je ook full control. Dus als je in Rusland woont of China, ook full control. En die landen zijn er ook al heel ver mee. Ja. Het is alleen een verschil. Wat is de relatie tussen het volk, de burger en zijn overheid? Ik zeg wel eens, als ik in een land zou wonen waar ik absoluut vertrouwen in de overheid heb en wat een goede balans heeft tussen wat de overheid uitvoert, hè, want uiteindelijk is de overheid zitten voor het volk. En dat is in een goede harmonie. Ik noem Denemarken wel eens als voorbeeld. Stel dat ik in Denemarken zou wonen en de Denen zeggen, hè, het zou een referendum zijn, ga je akkoord dat wij de CBDC ingevoerd voor de Deense kroon? Wil je eraan meedoen? Nou, er is weinig weerstand. Want ik heb vertrouwen in het beleid van de Deense overheid, de Deense Centrale Bank. Dat klinkt gek, maar de Denen hebben eigen volk eerst. Dat klinkt heel rechts, terwijl de Denen een links kabinet hebben. Maar ze zeggen, luister eens, wij zijn er wel voor de Denen. Dat is ons volk. Ja? En we willen best onze grenzen openstellen voor mensen die op de vlucht zijn. Volgens die restricties en die voorwaarden zijn die mensen welkom. Houden we wat geld over, dan verstrekken we dat in die landen waar ze problemen hebben. Dus die Deense overheid die mij vraagt van zou je de CBDC willen? Ik denk dat ik ja zeg. Want het alternatief is een commerciële bank. En ik weet, nou ja, als geen ander is natuurlijk overdreven, maar ik weet natuurlijk omdat ik al lang in die financiële sector werkzaam ben, hoe verrot die banken en die verzekeraars zijn. Tot in de genen verrot. Ook failliet. Ons geldstelsel is failliet. Commerciële banken hebben eigenlijk misbruik gemaakt van hun machtspositie.
En op dit moment is er een soort strijd aan de gang tussen het publieke geld van de overheid, de centrale bank, en het private geld van de commerciële banken. En dat is natuurlijk een haat-liefde verhouding. Maar die is er wel. Dus ik ben helemaal geen tegenstander van de CBDC. Want als we heel ver teruggaan in de tijd, commerciële banken bestonden vroeger niet. Overheid gaf altijd dat geld. Je had alleen centrale banken en die waren allemaal per regio of soms per stad verschillend. Tuurlijk. Maar er was het slaan van munten was het privilege van absoluut. De lokale aan zijn rechten. Ja. Ja. Maar ik woon in Nederland, dus als Den Haag, even heel plat gezegd, een rol speelt in het CBDC-traject, of Brussel, daar heb ik nul vertrouwen in. Helemaal niets, nog niet een promiel. Ja. Nou, dit is niet wat ik wil. Wat Brussel wil, past niet bij mij. Wat Den Haag wil, past niet bij mij. Ja. He, dus dan zit je snel in landen waarvan je zegt, landen die sowieso de euro niet hebben. Ja. Maar de CBDC's zijn op een aantal premissen gestoeld. Hè. De Arno Wellens heb je laatst bij Unifibes heb je samen een podcast opgenomen met Tim Douwsma. En Arno Wellens die zegt al heel lang, de premissen van de CBDC's die wij nu hebben, is dat het eigenlijk geen enkele andere munt of waardeeenheid naast zich duldt. Nee. Het is compleet totalitair. Absoluut. Dus het veronderstelt al dat je geen andere munten hebt, maar ook geen goud, geen zilver, geen andere betaling. Maar ook geen vastgoed meer. Nee. Niks meer. Helemaal niks. Je raakt alles kwijt. Ja. Nou, alles kwijt. Je krijgt er iets voor terug. Ja. Rechten, mits je je netjes conformeert aan de regels van de overheid. En wat zou jij dan, wat is dan toch hetgeen wat jou zou zeggen van nou, als Deen zou ik dat accepteren van mijn overheid, maar als Nederlander niet? Omdat Denemarken niet uit is op een bezit van mij. Ja. De Denen willen gewoon dat hun bevolking gewoon in vrijheid leeft. Dingen doen die ze moeten doen. Waar ze plezier aan beleven. Maar het probleem in Nederland, om het te beperken tot Nederland, is dat er een soort full control staat komt die bepaalt wat ik doe of laat. Tot in detail. Ik zei wel eens, In aanleg kan een Deense CBDC dat toch ook allemaal? En dat wanneer het tij keert in Denemarken, absoluut. Dat in één keer die overheid ook gewoon full throttle op de gaspedaal staat? Tom, absoluut. Als er in Denemarken een andere overheid komt, die 180 graden anders, ben je alsnog de pizza. Ja. Je moet toch in aanleg dan al zeggen van nou, zo'n CBDC geeft gewoon veel te veel macht aan een staat. Dat moet zeker willen. Zeker. Of een centrale bank. Ik denk dat je dan een soort light versie krijgt van de CBDC. Ja. Want ik vind dat mensen gewoon hun bezit moeten kunnen houden. Ja. Ik vind dat mensen ook het recht moeten hebben om bijvoorbeeld goud te kopen. Net zoals centrale banken dat doen. Dus dat moet je wel afschermen. Ja. Ik weet in detail niet, Arno weet er veel meer van, hoe de CBDC's in andere landen eruit gaan zien. Maar zoals nu de CBDC opgezet wordt in Europa, met alle verhalen eromheen dat het niet programmeerbaar is en dat contant geld blijft, is gewoon een flagrante leugen. Ja, want het is programmeerbaar. Ja. Punt. Ja. En mensen kunnen niet voorstellen dat de overheid voor de luisteraar ligt. Ja, voor de luisteraar met programmeerbaar is dat je kan zeggen, deze CBDC-euro, deze digitale euro, kan alleen maar uitgegeven worden voor die en die en die en die dingen en niet bij de blauwe tijger, niet bij dat, niet voor zus. Dan kun je gewoon oormerken en dan kun je ook niet betalen bij de dingen die niet door de staat zijn goedgekeurd. Nee, maar je mag ook je reis bij het reisbureau, mag je niet betalen. Mag je niet overmaken, want ik zie dat jij een reis hebt gepland naar Rusland. Ja. Ik noem een voorbeeld. Ja, je zit over je uitstootbudget heen. Bij wijze van spreken, maar je gaat naar een land wat niet past in onze agenda. Ook dat, klaar. Ja. Nee, maar je leven staat volledig onder controle. Dat zie je natuurlijk in China. Ik heb ooit wel eens met mensen gesproken die in de DDR hebben in de DDR hebben gewoond. Die zei tegen me, ja kijk, op het moment dat je je ding deed wat paste binnen het beleid van de overheid, dan had je een bepaalde mate van vrijheid. Dan kon je gewoon dingen doen die je moest doen. En als je de DDR was nog een staat waar mensen zeker wel een bepaalde mate van vrijheid hadden, als ze zich maar niet politiek bezig hielden, kon je gewoon. Je was verzekerd van gezondheidszorg, er was onderwijs. Na 12 jaar sparen kon je een autootje bij elkaar sparen. Dus als je maar niet te veel roerde en niet te veel je eigen vrijheid wilde op de voorgrond zetten, dan kon je redelijk meekomen. Ja. En ik denk dat we naar een samenleving gaan in Nederland. Laten we zeggen, de samenleving die met name de linkse kant, maar ook D66 en VVD in beeld hebben, die full control samenleving. Ik denk dat miljoenen Nederlanders zich uitstekend voelen binnen die samenleving. Want ze doen precies wat ze moeten doen. Ja. Ja, ze kunnen puntjes scoren, ze kunnen reisjes boeken. Ze vinden het allemaal prima zo. Ja, dus in die zin gaan wij naar een soort DDR toe. Aan de andere kant is dat de DDR was natuurlijk wel een echte verzorgingsstaat. Ja, die had het goed voor elkaar. Die had het goed voor elkaar. Ja. Heel veel Duitsers van nu aan de oostkant denken toch met weemoed aan die tijd. Dat is logisch, er was geen criminaliteit. Ja, was geen werkeloosheid. Was het allemaal niet, hè? Nee. Ja, iedereen had gegarandeerd pensioen. Ja. Ja?
Dus het was misschien niet spannend allemaal. Mm. Maar je wist wel... En dat is natuurlijk het probleem hier. Die verzorgingsstaat is onbetaalbaar. Ja. Die is al onbetaalbaar. Die breekt in een razend tempo af. Hè, want wat we nu met z'n allen aan het doen zijn... Als we kijken naar de klimaatagenda... En we kijken naar de kosten die dat met zich meebrengt. En we kijken naar het woningtekort. En we zien een gegeven moment de industrie in elkaar zakken. De MKB die onderuit gaat. Ja, die verzorgingsstaat is onhoudbaar. Maar die rot bij de verzekeraars en banken die jij 30 jaar geleden zag... Die zit nu toch overal? Het is niet een verzorgingsstaat die onderuit gaat, maar gewoon de totale morele verrotting die overal aan de absoluut, de hele samenleving zakt tot ijs, helemaal. Ja. Alles is betaalbaar, maar als er overal managers op zitten die een waanzinnige overhead en ze moeten allemaal 3-4 ton verdienen of bonussen krijgen, en dan houdt het toch snel op. Houdt op. Ja. Dan kun je niet zeggen van hij valt om of het is niet meer betaald, maar de rot is gewoon zo totaal. Ja. Het is een grap als je nu ondernemers spreekt. Ook grote ondernemers, die lid zijn van VNO-NCW, dat is echt hele grote. Ja. Die zeggen heel simpel, wij voelen dat het beleid in Nederland al jaren niet is gericht op de groei en bloei van de Nederlandse industrie. Mm. Het grootbedrijf en het MKB. Wij hebben alles in Den Haag is tegen ons. En denk ja, die hebben altijd wat te janken, die werkgevers. Nee, maar echt serieuze gesprekken. Ja. Mm. Het is niet te doen. Ja. Behalve de grote bedrijven die meegaan in die hele flow, bijvoorbeeld het hele klimaatverhaal. Ja, die gaan geld verdienen. Maar waarom vraagt niemand zich af, wie moet dat geld verdienen in dit land? Ja. Wie moet dat verdienen? MKB en wie gaat dat ophoesten? Ja. Wie? Multinationals verdienen geen geld. MKB is de motor van de energie, van de economie. Dat hebben we altijd geleerd. Ja. Maar die moet dus weg. Dus als je dat MKB of de middenklasse ertussen uittrekt... Nou ja, dan zijn de multinationals de machten. Ja. Er bestaan de straat uit een paar grote bedrijven. De samenleving bestaat uit een grote bedrijf. Maar dan zakt de economie toch ook in elkaar. Of je hebt een situatie waarin die munt... Dat die munt, die CBDC, toch de zaak overeind houdt. Ja. In theorie zou je dat kunnen bedenken. Omdat je dat instorten verbloemt. Maar alles is toch digitaal. Alles is controleerbaar. Ja. Dan schrijf je ook het normale geld af. Dan heb je dus gewoon één munt. Ik kan me een samenleving voorstellen die gewoon functioneert. Ja. Maar dan wel binnen de regels die gesteld worden door die wereldelite... En dat gewoon functioneert. Maar dan zit je met het grote probleem. Dat een grote groep doet mee. In Nederland meer dan in andere landen. En dan zit je met die groep die niet meedoet. Die meedoet omdat ze niet kunnen betalen. Die tussen wal en schip vallen. Of degene die zelfs in opstand komen. Ja, wat doe je nu met die in Nederland, laten we zeggen, die 500.000 mensen die in opstand komen? Ja, die kun je uitschakelen. Ja, oké, maar 500.000 mensen uitschakelen is lastig. Dan moet er veel geweld toegepast worden. Of heel veel dwang. Die mensen gaan een soort ondergronds gaan ze verder leven. In een soort pauperomgeving. Maar wat doe je met die miljoenen Italianen die het vertikken? Ja. Of die Spanjaarden? Ja. En ik denk ook dat landen zelf af gaan haken. Mijn idee is heel simpel. Dat de EU is natuurlijk een soort heilig moeten. Ja, en ik ben zeer voorstander van de EEG altijd geweest. Mm. Maar de EU is een soort full control staat. En de staten die nu meedoen in Europa. Pak Oost-Europa. Pak Zuid-Europa. Die doen mee om één reden... Niet omdat ze nou zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Nee, behalve geldtransfer van Noord naar Zuid. Absoluut. Zolang dat geld blijft stromen naar Boedapest en naar Rome en naar Madrid en naar Lissabon, doen ze allemaal mee. En naar Istanbul en naar Tunesië. Absoluut. Het wordt alleen maar meer. Doen ze allemaal mee, Maar op het moment dat die geldstroom stopt, en dat is de druk die ligt natuurlijk op de EU, dat geld moet blijven stromen. Dus je moet dat geld wel creëren. Maar zodra dat geld stopt, dan denk ik dat er zoveel machten zitten binnen die regering, in die landen die ik net noem, in die steden die ik net noem, dat ze binnen 24 uur afscheid nemen van de EU. Klaar. En het zou me niet eens verbazen dat we in een situatie terechtkomen dat straks een land opstaat en zegt, luister eens, ik heb nog eens goed nagedacht. En we hebben vandaag besloten om uit de EU te stappen. En persmededeling, wij worden een van de eerste landen in West-Europa die lid worden van de BRICS. Ja. Goedemiddag. Ja. Turkije zat natuurlijk al een paar jaar op de wipstoel met een gastlidmaatschap van de SCO en de BRICS. Maar Hongarije ligt ook voor de hand. Absoluut. En waarom niet wat meer Balkanlanden? Absoluut. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Griekenland. Griekenland. Ja. De Chinese havens zo. Absoluut. Maar zelfs Oostenrijk. Klinkt gek. Oostenrijk heeft historische banden steeds met Rusland. Snap je? Het is volledig onderdeel van de EU. Ja. Maar kijk naar de Oostenrijkse geschiedenis. Ja. Allerlei verdragen. De sancties die Europa oplegt aan Rusland worden maar gedeeltelijk nageleefd door Oostenrijk. Oostenrijk heeft een soort geitenpaadjes ontdekt om nog steeds zaken te Italië. Doen. Net zoals Italië. Ja. Dus zij hebben nog wel Russisch gas, meen ik ook. Ja, ik ken de details niet. Maar ik weet dat er allerlei betrekkingen zijn die gewoon doorgaan. Die zijn na de inval van de Russen in Oekraïne zijn die niet gestopt. Ja. Dus er zijn eigenlijk allerlei
bewegingen binnen Europa, dat je niet enkel moet kijken door de Nederlandse bril, maar verdiep je nou eens in die andere landen. Hmm. Hoe zitten die erin? En dan blijkt het veel broos te zijn alles. En dan zou je ook Nigeriaanse toestanden kunnen krijgen met de invoering van de CBDC. Goh, wat krijgen we een chaos in de hele EU eigenlijk? Die is er al, alleen die is voor veel mensen nog niet zichtbaar, omdat iedereen nog steeds een baan heeft, werk heeft. Er is nog steeds een sociaal stelsel. We kunnen nog steeds op vakantie. Dus zolang we allemaal brood en spelen hebben, gaat het nog goed. Yeah. Op het moment dat je mensen brood en spelen af gaat nemen en geld, dan gaan we andere bewegingen zien. En voor die chaos vrees ik niet, maar ik denk wel dat die gaat komen. Ik denk dat het niet de stop is. Maar, en dan vooral in Nederland? Als Nederland een timmermansje doet, dan denk ik dat er sowieso honderdduizenden extra Nederlanders het land verlaten. Ik ken er een aantal van. Ik zie ook op social media zie ik berichten. Ik heb wat ingezonden brieven afgelopen weekend gelezen. Ik denk dat je verbaasd bent hoeveel Nederlanders dit land verlaten. Ja. Echt, oud en jong. Je vertelde dat je sinds juni 22 met heel veel mensen praat uit allerlei... Sinds augustus 22. Maar dat maakt niet uit. Dus bijna een jaar dat je waanzinnig veel gesprekken hebt gevoerd. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is wel interessant. Hè? Wat zit er zo in die dwarsdoorsnee van jouw Nederlandse bevolkingscontacten? Ja, het zijn mensen die hebben aangeslagen op die uitzending van Omroep Flevoland over die financiële noodwet. En toen was de paniek echt groot. Die wilden per se zo snel mogelijk met mij in gesprek. Er waren particulieren bij, er waren ondernemers bij, jongeren bij, ouderen bij. En de rode draad eigenlijk in die gesprekken was vermogen. Ja, ze waren bang dat een bankgeld geconfiskeerd zou worden of dat het in één keer weg zou zijn, de euro. Dat was toen echt doorgeschoten paniek, denk ik ook wel. Terwijl nu de risico's zijn groter als een jaar geleden. Maar goed, dat is niet in de beleving van de mensen, maar toen zeker. Maar in die gesprekken over dat vermogen, hè, van de euro valt, mijn bank is failliet, wat moet ik doen en al die dingen meer, kwam al heel snel het gesprek, het tweede onderwerp wat ze wilden bespreken, dat werd uiteindelijk het meest belangrijke onderwerp wat ze wilden bespreken, was dat ze zagen dat ze hun vrijheid kwijt waren. Het is verpand, die mensen hebben wij niet geselecteerd. Dus ze komen bij ons binnen, ze hebben een telefoongesprek met een collega van mij. En dan bepaalt zij min of meer of die mensen een gesprek krijgen, dat wordt ingedeeld. Mensen komen bij mij binnen op kantoor, hebben anderhalf uur de tijd. Ik ken ze niet. Ik doe ook geen onderzoek naar die mensen. Dus ze komen blanco binnen. Van jou weten ze meestal veel meer. Maar je ziet dat die mensen die binnenkomen, daar is... Ik heb niet echt... Maar de grote lijnen, ik denk dat 80% is niet gevaccineerd. Dan denk je, zijn dat wappies? Nou, hallo. Ik heb mensen aan mijn bureau gehad met de code 500. Sorry hoor, geen wappies. Ik ben geen wappie tegengekomen. Misschien één of twee. Ja? Allemaal mensen die helder van geest zijn. Pragmatisch. Creatief. Mensen die zelf onderzoek hebben gedaan. Die door hebben wat er aan de hand is. Die hebben zich erin gevreten. Sommigen al jaren, sommigen in maanden. Zijn geschokt wat er gebeurt. Dat ze zien dat het één grote rode leugen is. Dat alles anders is dan ze ooit hadden verwacht. Sommigen al heel lang, maar sommigen moesten dat in een paar maanden verwerken. Dat is best een shocktherapie geweest. Ze maakten zich zorgen om hun veiligheid. Om hun kinderen, hun kleinkinderen. Corona heeft enorm gat geslagen in hun vertrouwen. Want er zijn natuurlijk heel veel discussies in dit land geweest. Binnen familie en binnen vrienden. Op het werk, binnen partners, binnen bedrijven. Ja. Dat is onvoorstelbaar wat er is gebeurd. Dat is er ingehakt bij die mensen. Dus de rode draad is vermogen. Maar eigenlijk hebben wij gezegd, is het vrijheid, veiligheid en vermogen. Die drie noemen wij de drie V's. Die doorsnee van die mensen, nogmaals, het is heel divers. Maar wel boeiend, want het zijn mensen die soms hele grote bedrijven runnen. Er zijn mensen bij die werken bij de Nederlandse Bank. Bij de toezichthouders werken. Mensen die bij de politie zitten. Militairen. Mensen die in de energiesector werkzaam zijn. Mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Op alle niveaus. Ja, wat je dan hoort, is een schat aan informatie. En die mensen gaan compleet los. Ik hoop nooit het vertrouwen te beschamen van die mensen. Dat wil ik niet. Maar wel een geweldige database aan informatie die je krijgt. En het nogmaals van de wakkere mensen. Dat weet ik, is maar een beperkt deel in dit land. Maar als Nederland uit dit soort mensen zou bestaan, dan zou ik trots zijn op Nederland. Ja. Trots. Maar dat betekent ook, hè, dus zelfs quote 500 mensen, zeg je. Ja. Maar toch in hun eigen omgeving, dus met die andere quote 500ers, als zij lekker aan het borrelen zijn of netwerken, lopen ze tegen een muur op. Want anders zouden ze niet bij jou leeglopen of zouden ze jou niet opzoeken. Nee, eigenlijk hebben ze allemaal, eenzaam vind ik een groot woord, maar verder hebben ze zich wel alleen gevoeld. En ze hebben meestal wel een eigen kring om zich heen. Ik heb ook vaak tegen ze gezegd van, denk eraan, jullie komen nou hier met jullie verhaal. Je hebt een heel beperkt kringetje om je heen. Maar als je al die contacten optelt, ja, en je weet dat nog een hele grote groep, die heb ik niet gehoord, omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb of wat dan ook, dan is die groep
die tegenbeweging en die wakkaneels is groter. En daarachter zit nog een hele grote grijze massa. Ik sprak vanmorgen iemand voordat ik naar jou toe reed. Die was met zijn partner was die bij mij op kantoor. En die hadden in januari, ze hadden vorig jaar allerlei YouTube-films gezien. In januari hadden ze een training bij mij, een online training gevolgd. Ik kende dat niet. En ze hadden alles wat ik in die training heb verteld, hadden ze uitgevoerd. Ze noemden dat fase 1. Dat was hun verhaal. We hebben fase helemaal uitgewerkt. Wil je eens met mij meekijken? Hebben we de goede stappen gezet. Ja, mensen 60 waren met 3 volwassen kinderen. Vastgoed in Nederland. Hij een goede baan. Zij komt uit de gezondheidszorg. Maakt allemaal niet uit wat. En toen ging het gesprek eigenlijk over fase 2. We moeten de volgende fase wat we moeten doen. Dus je ziet dat deze mensen al bezig zijn met stappen te zetten. Als je al die mensen bij elkaar zou zetten, ja, dan zou je een enorme homogene groep vinden van gelijkgestemden. Ja. En ik heb het een paar keer ervaren op grote congressen waar ik spreker was. Dat die mensen gewoon een soort erlebnisgevoel hebben van, hey, gelijkgestemden. Ja. We kunnen hier overal met die mensen praten. Zijn ze het overal over eens? Helemaal niet. Dat gaat niet om. Maar de rode draad zien ze allemaal. Ze hebben dezelfde ervaring, delen ze. En de ene weet er alles van. De ander de hoofdlijn. Als de hoofdlijnen weet, weet ik genoeg. Dus een enorm dwarsdoorsnee van Nederland. Wakkere Nederlands. Ja. Ik noem het gelijkgestemde. En ja, ik merk ook zelf, ook in die gesprekken, ook van vanmorgen, dat je heel veel energie uitkrijgt. Ja, mooi. A is een compliment over wat je hebt gedaan bij die mensen. Dat geeft je een goed gevoel. Ja, en je ziet dat die mensen de volgende stap aan het zetten zijn. Dus ik put mijn energie op dit moment uit de wakkere Nederlanders. En die stap, is dat in Nederland blijven of naar buiten? Ja, dat is hun gevecht nu. Ja. Ze hebben een zoon in Zweden wonen, onder andere. Maar ze zijn zich nu aan het horen. Ze hebben een deel van het vastgoed afgestoten. Ja. Dus deze mensen zijn nu heel praktisch bezig. Van, moet ik nu ook vastgoed kopen in de rest van Europa? Ja. En waar? Zijn ze zo strak? Ja. Ik vind het altijd zo'n grote zorg als je ergens anders een huis hebt. Weet je, in coronatijd was alles in één keer vastgezet. Mocht je nergens meer heen. Nee. Ja, dan zit je daar met je huis in Hongarije of Zweden of Italië of Spanje. Ja. En dan? Hè, ja. Zat daar ook op slot. Was daar ook een dagklok en een avondklok en een nachtklok. En ja, het is niet de ultieme oplossing. Nee. Snap je? Dat begrijp ik heel goed. En mensen zeggen, wanneer ben jij dan weg? Ja, ik ben helemaal niet weg, want ik woon in Nederland. Hmm. Ik blijf ook wonen in Nederland voorlopig nog. Zolang het nog te doen is. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk grenzen. Ik bedoel, als het niet meer te doen is, moet je weg. Maar ik vind het nog steeds te doen. En het is nog steeds hanteerbaar en overzichtelijk. Maar ik heb natuurlijk altijd wel gezegd, ik wil altijd wel een soort safe house hebben. En dat heeft ook zijn nadeel. Want dat safe house moet wel onderhouden worden. Snap je? Exact. En dan hoor ik mensen, ja maar Ab, ik heb een huis in Spanje. Is dat 2 keer leeggeroofd. Zelfs in België. Een vriend van mij heeft een leuke villa in België. Is ook al een keer leeg. Ja, dat bedoel ik. Dus het heeft ook zijn nadeel. Of er is een enorme storm of een overstroming. Ja, je moet erheen. Je moet erheen. Ja, nee, het heeft een hoop gedoe. Ja. Dus het is niet allemaal ideaal. Maar het is wel goed om over na te denken. Ja. En het kan uit beleggingsoogpunt kan het interessant zijn. Hè, want de vastgoedprijzen zie je stijgen in dit soort landen. Die stijgen echt snel. Ik verwacht een enorme stroom aan vluchtelingen uit West-Europa naar Oost-Europa. Mm. Zelfs Rusland houdt rekening mee met grote emigratiestromen de komende jaren. Oh, echt? Grote emigratiestromen. Dat is heel interessant. Dat Rusland daar rekening mee houdt. Dat heel veel mensen wegtrekken uit het Westen. Ja. Die zien het hier imploderen, ook economisch. Ja, als zo'n land er al rekening mee houdt, dan zeg ik oké, bijzonder. Ja, Rusland en het Westen, dat is ook zo'n thema. Ja. Ja, daar ben je ook mee bezig. Je had al dat gezegd, dat augustus 22, heb je al die gesprekken. Je hebt op een gegeven moment ben je dit boek tegengekomen. Weet je nog wanneer dat was of niet? Dat heb ik denk ik in augustus gelezen vorig jaar. Ja. En je hebt het omhoog gehouden een paar maanden later? Ja, een aantal boeken heb ik toen omhoog gehouden. Die ik in die periode had gelezen. Ja. Een aantal boeken die ik omhoog hield, had ik al veel eerder gelezen. Van Marcel Messing onder andere. Had ik al 2007 gelezen of zo. Okay. Dit boek heb ik denk ik voor de zomer dit al gelezen. Dit boek. Nou, het is natuurlijk een buitengewoon integrerend boek. Hè, want we hebben natuurlijk toch een beeld van Amerika als de bevrijder. En dat is ook zo. Ik bedoel, als je wil weten hoe Amerika ons bevrijd heeft, op zoek is Normandië. Kijk, al die graven. Ga dan maar gratis niet zoveel rijden. Ja. Al die jonge levens die zijn gevallen. Dus je moet de Amerikanen ook niet helemaal wegzetten. Dat vind ik ook niet terecht. En ze hebben ook niet voor niks al die boerenpummels uit de Midwest daarvoor opgeofferd. Ja. Engelsen deden het ook niet veel beter. Nee. Ja. Maar goed, Amerika heeft een andere agenda. Ik bedoel, we moeten niks idealiseren. Je moet Rusland niet idealiseren. De Amerikanen ook niet. Maar kijk je sec naar die Amerikanen. Kijk, die Russen hebben niet zoveel oorlog gevoerd als die Amerikanen. De Amerikanen hebben alleen maar oorlog gevoerd. Ja. Uiteindelijk zijn ze in ik denk tegen hun wil in, zijn ze een oorlogsindustrie geworden. Naar Pearl Harbor. Ze moesten wel, maar ze stonden onder druk. En ze zijn eigenlijk in die modus blijven hangen. Want het is knap wat de Amerikanen hebben gedaan. Ze waren bijna pacifistisch. Ze werden natuurlijk door die Japan aangevallen. Ja. Nou ja, ze hebben dus in een aantal jaren een oorlogsindustrie opgebouwd. Maar dan zijn ze in blijven hangen.
als dat allemaal gegaan is zoals het gegaan is, dan... Maar kijk, de Russen hebben natuurlijk uiteindelijk voor het definitieve nederlaag van de Duitsers gezorgd. Ook met Amerikaanse steun, materiaal. Ja, materiaal. Ja. Maar mensenlevens hebben de Russen opgeofferd. Daarom. Ja. Zonder de Russen had Hitler wel gewonnen. Hadden nu een groot Duitsland gehad. Ja, en dan hebben we het ook nog weer... Toen is de EU natuurlijk opgebouwd. En dus, ken jij het werk van dokter Raad uit Heerlen? Dat is een Duitse arts, maar ook een historisch onderlegde figuur. En hij heeft zijn boek geschreven over de nazi-roots van de EU. En dat ligt eigenlijk weer in het verlengde van de chemische patenten van de Duitse chemische industrie. Toen Hitler in Parijs aankwam, was het eerste wat hij deed, was de chemische patenten daar afkondigen. En de EU is ook opgebouwd rond die Duitse chemische patenten. Dus hij heeft een hele interessante dwarsdoorsnede in dat boekje, toont hij aan. Ik heb het boek niet gelezen. Ja. Ik weet de rode draad van het boek. Ik stuur hem wel naar je op. En de recensies. Ja, als je kijkt, de oprichting van de NATO waren met name natuurlijk nazi-officieren. De EU is voor een groot deel uit dezelfde koker. Ja, NAVO en NAVO. EU. Veel SS en nazi... Als je het heel zwart-wit trekt, dan zou je voor veel mensen een schok zijn. Zou je zelfs kunnen spreken, maar dat is natuurlijk heel gevoelig. Dus. Maar feitelijk wat we zien is een soort vierde rijk. Ja, ik weet niet of dat heel gevoelig ligt. Ik denk dat veel mensen het toch wel zien. Jawel, maar heel veel mensen vinden het ook wel schokkend. Maar het strekt zich niet enkel uit tot Europa. Hè? Die bewegingen zijn op dit moment wereldwijd. Die Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een wereldoorlog. Ja, was maar heel veel landen waren niet in oorlog. Gebeuren, en nu is het een globaal gebeuren. Nu is het globaal. Ja. Het gebeurt nu overal. Ja. Die CBDC, gecombineerd met een soort digitaal paspoort in één database, waar Arno alles van weet. Dat gebeurt wereldwijd. Er zijn maar een paar landen die niet meedoen. Maar dat zien we toch eigenlijk nu. Hè, als je ervan uitgaat dat in 1813 dat definitieve fase van de nazistaten doorbreekt, zie je eigenlijk al direct die aanzet om die fase van nazistaten tot een globale beweging te maken. De alle wereldrijken werden afgeschaft. Ja. Dus de strijd tegen het Chinese Rijk, het Spaanse Rijk, het Tsarenrijk, die werden allemaal gevoerd vanuit die Anglo-Amerikaanse 19e eeuwse dat streven naar globale overheersing. Dus feitelijk, kijk, als je heel kort samenvat, is het feitelijk natuurlijk het streven naar een wereldorde. Ja. Ik bedoel, niet voor niks heb je de nieuwe wereldorde. En dat is, dat is niet nieuw, dat is heel oud. Ja. Heel oud zelfs. Ja. Alleen dat heb men nooit, denk ik, kunnen verwezenlijken. Hè, dat je naar één soort wereldregering gaat, naar één soort humanistische religie gaat, naar één wereldmunt gaat. Die kans hebben ze nooit gehad. Maar nu zie je dat al die machten en krachten in de wereld daarmee bezig zijn. En dan lijkt het dat ze tegenover elkaar staan. Maar ik denk uiteindelijk streeft men allemaal naar één wereldregering. Ja. En of het nu de Chinezen zijn, of de Russen zijn, of het Westen is, ze streven naar één wereldregering. Ja. Ik weet niet of het de Russen daarna streven, maar nee. De Chinezen sowieso wel. Maar zou jij zeggen dus, als die Amerikaanse greep op het Eurasiatisch continent verslapt, hè, dus dat die doctrine om Eurasië te splijten, en als die weg is, Amerikanen zijn weg, dat het dan rustiger zou worden in de wereld? Of krijgen we dan de Chinezen die dan gaan domineren? Ja, maar ik denk dat de dominantie van de Chinezen een andere dominantie is van de Amerikanen. In wat voor opzicht? Nou, ik denk dat de Chinezen wel toe willen naar een wereldmacht te zijn. Maar of ze nou alles compleet willen beïnvloeden, weet ik niet. En de Chinezen heel pragmatisch in elkaar zitten. Ze willen handel, ze willen controle en ze willen vooral niet in de wielen gereden worden. En nu zie je natuurlijk dat het Westen clasht met de rest van de wereld. Ja, ik weet het niet. Maar goed, dat zijn interessante zijpaden. Ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk dat men één doel heeft. Alleen de wegen daar naartoe zijn verschillend. En dat zie je nu botsen. Die kracht en macht zie je botsen. Maar uiteindelijk, dat einddoel is toch naar één nieuwe wereld worden. Dat is een macht die veel hoger ligt. Dat gaat boven de WEF's uit en boven NAVO. Maar ook boven het denken in de hegemoon. Hè? Dus we hebben dat tijdperk van de hegemoon, Amerika. Ja, dat weet je even. En de speculatie is dan, dat wordt dat dan een multipolaire wereldorde of komt er een nieuwe hegemoon? Maar jij zegt eigenlijk, er komt een laag boven, een globale orde, waarbij niet meer sprake is van dat er één land is daarbinnen die een hegemoon speelt. Nee, ik denk dat uiteindelijk één concentratie van macht gaat worden. Ja, interessant. Maar goed, dan maak je een bruggetje uiteindelijk naar een heel oud boek. Ja, dat is leuk om er naartoe te gaan, Ab, dankjewel. Want jij en ik zijn allebei christen, veel van de kijkers ook.
Ja. Die weten dat er hier regelmatig christelijke thema's over tafel vliegen. En er zit wel eens een rokende pastoor aan de tafel of een dominee. Een zware dominee. Ja, dat mag allemaal. Ja. En dat is allemaal heel leuk. Het gaat zelfs ook wel eens over theologie en filosofie en metafysica. Dus daar gaan we zeker niet uit de weg. Dat hele oude boek, dat is natuurlijk de Bijbel. En daar in die Bijbel is een specifiek een aantal boeken. Daar hebben we het ook over gehad. Ezechiël, Daniël, Openbaring. Is dat niet voer voor allerlei wilde speculaties waarin iedereen maar zijn eigen ding erin ziet en inlegt? Zeker. Van de 666 tot de streepjescode, tot de QR-code. Zeker. Teken van een beest. Ja, ik lees de Bijbel zoals het staat. Ja. Ja, ik ben natuurlijk voor veel mensen veel te nuchter. Ik kijk gewoon wat er staat. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar goed, die waarheid staat voor mij verwoord in dat boek. En daar kan je heel lang over discussiëren. Je hoeft mij niet eens in God te geloven. Maar wat gewoon bewezen is, het boek is al heel oud. Hè? Als je de studie doet naar de Dode Zeerollen, kan je de Bijbel niet ontkennen. Want daar staat, hè, die zijn niet voor niks ontdekt in de jaren 50 en 60. Daar staat precies in, voor een groot deel, wat in die Bijbel staat. Dus, en ook uit andere manuscripten weten we gewoon dat die tijden zijn geweest. Dus je kan het allemaal niet ontkennen. Ik weet bijvoorbeeld dat de Joden, als het over Jezus hebben, hè, dan ontkennen ze niet dat Jezus is geweest. Helemaal niet. Het was een rabbi. Het is alleen niet de zoon van God. Zelfs de moslims, de islam, ontkent ook Jezus niet als figuur. Zelfs Maria niet. Absoluut. Dus dat, ik vind het altijd grappig dat die drie wereldgodsdiensten, de islam, de joden en de christenen, bij elkaar komen rond Abraham. Dat is wel grappig, hè? Over Abraham is geen discussie. Tot Abraham gaat alles goed. Aartsvader. En dan begint later de verschillen. Maar goed, terug naar die Bijbel. En als je het Nieuwe Testament moeite hebt, dan laat je dat maar rusten. Maar dat kan je eigenlijk niet laten rusten als je Openbaringen erbij pakt. Want Openbaringen, waarin toch omschreven wordt naar welke eindtijd we gaan. Wat voor mij geen eindtijd is, maar een begintijd. Maar goed, naar welke eindtijd we gaan. Ja, dat is onlosmakelijk verbonden met boeken uit het Oude Testament. Nou, als je die twee gewoon leest, en ik heb daar gewoon misschien wel 30 jaar geleden al een keer een studie naar gedaan. Ja, dat integreert mij. Want elke keer als ik weer lees, snap ik dingen. Maar ik snap ook heel veel dingen nog steeds niet. Nee. En wat we proberen is zaken exact te duiden. Ik denk dat je daarmee uit moet kijken. Verbind er ook geen tijd aan. Nee. Dat is ook gevaarlijk. Vooral ik heb jarenlang de fout gemaakt door dingen die ik, ook trends die ik voorspelde, daar een tijd aan te koppelen. Nou, dan ben ik een paar keer echt op mijn bek gegaan. Dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet die tijd loslaten. Ik zie die trend, die meld ik en dan stop ik. Want er kunnen allerlei dingen gebeuren. Maar goed, die Bijbel is voor mij wel heel helder in welke tijd we nu leven. En ik ga er nogmaals niks aan koppelen. Maar ja, ook als je niet gelovig bent, zou ik zeggen, lees die boeken eens erop na. Als je zegt van, ik doe onderzoek naar alles, onderzoek dit ook. Neem dit mee. En dan zou je zien dat het is bijna te bizar voor woorden dat toen geschreven is, in de tijd waarin we nu leven. En dus die boeken die ik noemde, of ook andere delen? Nee, is ook wel andere delen. Maar ik vind vooral Daniël vind ik interessant, Openbaringen. En Ezechiël, die als wachter aangesteld wordt. Ja. Dat spreekt me wel aan, dat hij ook tegen de stroom in gewoon zijn verhaal moet blijven houden. Ja. En hij weet gewoon dat hij door zijn eigen volk uitgekotst wordt. Ja, precies. En zegt, God, het maakt niet uit wat. Je moet nog harder zijn dan hun en nog steviger inzetten. Dat vind ik wel grappig. Hoe is jouw rol binnen de christelijke gemeentes? Hè? Ben je actief? Wordt jouw rol als profeet gewaardeerd? Ben je ook een roepen in de woestijn? Ik voel dat niet zo als een roepen in de woestijn. Ik vertel mijn verhaal. Ik ben heel makkelijk. Wat dat betreft vind ik ook wel een mooie bijbelpassage. Dat Jezus geeft met deze discipelen zegt, luister eens, als ze niet naar je willen horen en niet willen luisteren, schud het stof van je mantel. Ja. Ik zit er echt zo in. Ik ben helemaal niet bezig om mensen te overtuigen. Ik zie het zo. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Je praat met degene die met jou willen praten. Ja, prima. Ja. En doe je er niks mee, vind ik ook goed. Ja. Even goede vrienden. In mijn rol in de kerk. Ik heb ooit een rol gehad in de kerkraad in Harderwijk, waar ik heb gewoond. Ouderling geweest. Nou, een mooie tijd, boeiende tijd. Kijk je in de keuken van zo'n gemeente. Maar later ben ik veel meer de evangelische kant op gegaan. Maar mijn roots, hè, laat ik zeggen, de protestantse hoek, de wat zwaardere hoek, die zitten gewoon in mijn genen. Dus die raak ik ook niet kwijt, wil ik ook niet kwijtraken. Maar verder ben ik ben niet lid van de kerkgemeenschap of zo. Ik kom wel actief in kerk, in een kerk, soms wel meerdere kerken. Dus ik ben me niet ergens mee verbonden. Nee. Ik vind het fijn om in die kerk te komen, dingen te horen. Met Simon van Groningen heb ik een paar keer een interview gedaan. Ja. Vind ik ook een mooi mens. Ja. Predikant, politieman, mooi hè, politieman, predikant, wakker, scherp, theoloog. Veel raakvlakken met jou. Natuurlijk, ja, absoluut. Veel raakvlakken, we zijn bijna dezelfde leeftijd. Ja. En hij is natuurlijk met zijn podcast bezig om ook zijn boodschap te vertellen. Vooral vanuit de Bijbelse perspectief. Ik doe dat in principe niet. Ik behandel het gewoon vanuit een soort pragmatische hoek, wat ik zie in het veld. Ik start altijd met de financiën. En op het moment dat je met financiën start,
kom je altijd uit bij alle andere raakvlakken. Kijk, als we het over klimaat hebben, klimaatagenda hebben, ja, dan kijk ik niet enkel naar de klimaatagenda, kijk ook, jongens, wat kost dat? En wat gaat het opleveren? En wat betekent dat voor mijn portemonnee? Dus ik kijk altijd door een financiële bril, want dat is mijn achtergrond. Ja. Maar dan heb je raakvlakken ook met, nou ja, met de onderwerpen die we nu bespreken. Ja, mooi mens, die ook durft te zeggen wat hij wil zeggen. Niet altijd in dank wordt afgenomen. Nee. En in alle eerlijkheid, Tom, merk ik het vooral niet-christenen zijn die wakker zijn. Zelden dat ik een wakkere christen tegenkom. Wat is het probleem van de christenen in Nederland? Naïef, gekokerd, Jezus liefde. Nou, ik ken ook Jezus wel met een aan elkaar geknoopte stok of touw die de geldwisselaars uit het plein trapt. Dus we hebben een beeld gecreëerd van God en Jezus, en hoe je het, wat voor verband dan ook, wat veel te aardig en veel te lief is. God is vrede, God is liefde, ja. Maar God is ook kan ook wraak nemen en kan zich ook terugtrekken. Ik zeg, jongens, zoek het uit, jullie weten alles beter, ik trek me 17 jaar terug. Doei. Ja. Ja, ik zie gewoon een verwijfd christendom, verwijfd, ja, verschrikkelijk. Ruggengraat ontbreekt. Een soort woke christendom. Woke, ja, ja. Hoe je het ook wil noemen. Ja, maar zelfs in de serieuze, hè, zie je de teleurgang van de SGP in toch wel hele korte tijd. Ja. Waarin, laat staan ChristenUnie. Ja, laat staan de ChristenUnie. Ja, er is niets van overgebleven. Nee, maar dat is natuurlijk al langere tijd gaande. CDA is dood. De SGP heeft langer toch wel gewicht in de schaal gelegd. Absoluut. En is in korte tijd toch heel snel door het putje gegaan. Ja. Hè? Net zoals de Reformatorisch Dagblad, ja, waar de, ja, hoofdredacteur een hele rare, ja, rol speelt. Ja. Een paar jaar. Dus je ziet in een paar jaar tijd dat zo'n, ja, zo'n partij met de oudste wortels van in het bestel, dat zowel de partij als de achterban heel snel door het putje gaan. Ja, ja, het is bizar hoe christenen hierin zitten. Ja. Ja. En die zou het kunnen weten. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Je weet vanuit Gods woord welke tijd we leven, wat ons staat te wachten. Ja, dus ook zorg, maar ook hoop. En dan zo totaal niet daarmee bezig zijn. Met grote ogen aankijken. Ja. Ja, maar je moet toch de overheid volgen? Oké, okay, dan wil ik met jou de discussie over de Tweede Wereldoorlog wel aangaan. Ja. Moet je de overheid volgen? Ja, hun opa's deden, de opa en oma's deden het waarschijnlijk ook. Ja. Overheid volgen. Ja. Zorgelijk. Ja. Ja, zorgelijk. We hebben het al over het laatste jaar gehad en bepaalde dingen die zich afspeelden. Maar ja, ik vind dat je, sinds ik je volg, ook op Twitter, vind ik ook wel dat je de laatste maanden wel een duidelijke ontwikkeling hebt in de zin van hele uitgesproken tweets. Ja. Heel uitgesproken, ook echt activistisch, verzetsbereid. Ja. Is dat die fase 2 waar je het net eerder over gehad hebt, die bij jou ook weer eigenlijk helderder wordt? Ja, kijk, fase 1 had ik zelf al redelijk onder controle. Snap je? Dus ik heb veel mensen kunnen helpen in fase 1. Het wil niet zeggen dat ik nu mijn hulp stop in fase 1. Maar we komen nu in fase 2 terecht. Dat we dus echt nog meer stappen moeten gaan zetten. En dan is de vraag voor jezelf. Ja, blijf je vechten? Fight? Ja. Of vluchten we? Flight? Of gaan we een soort situatie hebben? Fawn? Dat we meedoen met de rest. Nou, en ik zit daar een beetje misschien ambivalent in. Ik bedoel, ik blijf ageren tegen de leugen en bedrog. Ja. Wij doen in België zaken met een Brussel advocatenkantoor. Geert Lenssens is daar een advocaat van. Topper, echt een topper. En die heeft een boek geschreven, Belogen en Bedrogen. En hij stelde in zijn boek dat het volk permanent, structureel wordt belogen en bedrogen. Dat zie ik dus ook. En dan denk ik, ja, luister, we kunnen wel blijven pappen en nat houden. Maar misschien moet ik gewoon melden. En waar ik ook moeite mee heb, is dat wij altijd zo omzichtig met iedereen omgaan. En Ab, ja, maar je mag het systeem bekritiseren, maar niet de mensen. Maar volgens mij is het andersom. Het zijn mensen die een systeem creëren. Ik bedoel, als wij zo de mensen uitschakelen uit het systeem, dan kom je nooit tot de rot. Ik bedoel, we kunnen Hitler erbij halen, of Idi Amin, of Ceausescu. Maakt niet uit wat, ja. Of Rutte, en die vergelijk ik echt niet met deze mensen. Maar het zijn mensen die een stempel drukken. Ja, een stempel drukken. Op die een agenda uitvoeren, maakt niet uit wat. Maar het zijn mensen die het doen. Dus ik vind ook, als mensen iets doen, moet je die mensen erop aanspreken. In persoon. En dat is meer mijn manier van reageren nu ook, naar deze mensen. Noem ze gewoon. Spreek ze aan. Spreek ze aan op hun gedrag. En de consequenties. En waarschuw ze ook. Ja, ja, dat past niet in onze poldermodel. Want dan moet je alles een beetje in het midden laten. En ik ben niet uit op het ondergang van die mensen, maar ik ben wel zeer kritisch naar die mensen. En die wil ik ook bevragen. Kijk, Timmermans zet ik nu ook vol in, omdat ik vind dat Timmermans een fout mens is. Ja. Een fout beleid voert. Zijn karakter, ik
krijg daar buitengewoon veel irritatie van, deze man. En als je hem dan volgt, ik volg hem wat langer, is het schokkend. Op schoolplein, ik bedoel, vroeger op school hadden zulke soort jongetjes ook in de klas. Ja, daar had ik altijd wel een redelijk gesprek mee, in de fietsenstalling. Ik kon als kind er niet tegen. Nee, dat waren ettenbakjes. Alleen die ettenbakjes zitten nu gewoon, die besturen dit land. Ja, en die besturen Europa. Die hebben carrière mogelijkheden tegenwoordig. Ja, maar die hebben ellebogen, die zijn schuw, die zijn slim. Ja. En de massa gaat daar gewoon niet mee. Ja. En die massa staat straks te janken aan de kant dat ze alles kwijt zijn, dat ze geen werk meer hebben en in de schulden zitten. Ja, jongens, kom op. Ik weet dat ik niet veel mensen daarmee bereik, maar ik zit er gewoon zo in. Ja. Ik ga er gewoon met gestrekt been in. Dat zie ik ook. Ik had een keer een lang gesprek gehad met een paar verzekeraars. Ga ik niet verder in details. Ik weet nog goed, na het eerste gesprek wat ik met die verzekeraar had, met de top van die verzekeraar had, hadden we ook geluncht. Toen waren we bijna klaar en dan zeggen die mannen, Ab, wij hadden dit gesprek totaal niet zo verwacht. Want we weten hoe je bent, dat je er vol in gaat, hè, met je advocaten en pats, echt heftig. Ik bedoel, wij voeren een gevecht, onze hele branche, heel de woekerpals, de beleggingsverzekeringen zijn kapot, worden niet meer verkocht. Je bent een van de mensen die dit hele verdienmodel om zeep heb geholpen. Hè, met je contacten met de media, met Tros Radar en noem maar op. En nu hebben we anderhalf, twee uur, nee, was iets van 2,5 uur gesprek met elkaar gehad. Je bent eigenlijk heel, heel schappelijk. Je bent eigenlijk heel zoekend naar een oplossing. Ik ben ook op zoek naar een oplossing. Maar ik wil wel even duidelijk maken wat jullie hebben gedaan in al die jaren. Jullie zakken gevuld ten koste van miljoenen huishoudens. Dat moet wel gemeld worden. En je moet stoppen met dat ontkennen. Klaar. En dan kan je roepen, het zijn mijn voorgangers. Maakt me allemaal niet uit. Los dat op. Ja. Ja, en we hebben het ook kunnen oplossen in een aantal van die gevallen. Kijk. Dus ja, je moet mensen wel persoonlijk op aanspreken. Ja. En ik vind dat het is tijd om mannen paard te noemen. Ja. Zo zit ik erin. Ja. Ja, het mooie van jou, hè, dus dat je dit zegt en je hebt al een paar keer het boek of de profeet Ezechiël, de wachter Ezechiël genoemd. Ja, volgens mij Ezechiël 3. Ja, hij op een gegeven moment bidt hij ook, omdat hij door zijn volk wordt uitgekost. Ja. En dan, hij maakt mij zacht van binnen en hard van buiten. Ja, klopt precies. Harder als Barnsteen, geloof ik. Ja, zoiets. Dat is natuurlijk prachtig om... Ik wil mezelf geen Ezechiël noemen, want ik vind dat niet terecht. Maar ik, toen ik dat las, denk ik, ja, je moet ik ken iets wel iets van. Ja, je moet hard zijn, ja. Maar je moet niet vol haat zijn, snap je? Je mag hard zijn, rechtvaardig zijn, maar je moet niet vol wraak zitten. Ik zit niet vol wraak. Ik wil alleen dat binnen mijn vermogen een eind komt aan het leugen en bedrog en het onrecht. Dat, wat ik daaraan ga doen, probeer ik te doen. En nou, we zien wel waar het schip strandt, of niet. Die spannende tijd. Ja. Ja. Ab, enorm bedankt voor de komst naar Groningen. Dankjewel voor je vasthoudendheid om deze kant op te komen. Openhartige gesprek. Ik vond het ontzettend leerzaam en fijn je hier te hebben. We hebben nog een aantal andere leuke gesprekken op komst. Die gaat u dus ook zien deze zomer. We proberen fantastische kandidaten, ook in aanloop natuurlijk naar de verkiezingen toe. En dat is een beetje gestoeld op de langere gesprekken die we hebben gehad met Pepijn en met professor Kinneging. Ontzettend mooi. Prachtige reacties en u heeft ervan genoten en wij ook. Dus daar kunt u de komende tijd nog meer afleveringen van verwachten. Ab. Ik wil je gewoon bedanken dat je dit boek gepromoot hebt. Het is best een lastig boek geweest. Ja, snap ik. Dus ik was er heel blij mee dat je dit zo onder de aandacht bracht. Ja, en veel mensen hebben ook... ik heb ook heel veel mensen gesproken en ook in de mail. Ja. Fantastisch dat ze dit boek hebben gelezen. Het heeft zoveel helderheid gebracht. Zoveel inzicht gebracht. Ja, mooi. Ja. Mooi. Wil je eigenlijk niet boekloos naar huis sturen? Oh, leuk, we hebben een gekke boek. Hele leuke. Dat boek van Arno Wellens heb je waarschijnlijk al, de Eurobijbel? Nee, die heb ik van iemand geleend. Okay. En die heb ik weer teruggegeven, want die had ik volgens mij voor een derde uit. Kijk, die krijg je volgens... vaak krijg ik hem absoluut, maar goed. Die krijg je dan sowieso van. Maar heb jij die uitgegeven? Ja. Oh, top. Ja. Permafrost. Geef ik ook graag mee. Ja, ik graag mijn boekenplank. En dan zoek ik nog één heel erg leuk boek die... en dat zal jou als historicus aanspreken. Daar is die. Dat is deze. David Talbot. Och. Het schaakbord van de duivel. Dat was een behoorlijk project voor ons qua vertaling. Daar hebben we lang aan gewerkt, maar dat is eigenlijk wel een topper in ons fonds. Nogmaals bedankt voor het kijken. We gaan afsluiten. We gaan ook lekker dineren en nog even nakletsen over boeken en van alles wat ons beiden interesseert. Tot de volgende keer.